Hey mensen, welkom bij een nieuwe video van Tijmen. Wij gaan vandaag heerlijke worstbroodjes maken. Laten we beginnen. Ik begin vandaag met het breken van het ei. Ik heb hier een kommetje. Daarin breek ik mijn eitje. Zo. En dan. En nu was ik even mijn handen. Zo, even afdrogen. En nu ga ik het eitje verkutten zodat hij een beetje los is. En het eitje gaan we gebruiken om straks de broodjes mee in te strijken om ze een mooi kleurtje te krijgen. En ik heb de oven alvast voorverwarmd. En als je de broodjes gaat bakken straks, dan bak je ze rond de 8-10 minuutjes. Dat ze mooi goudbruin zijn. Nou, ik heb hier de bladerdeeg. Ik heb ze in 2 gesneden. Dus nu haal ik er eentje van het velletje af. Zo. En dan leg ik ze met de bakkant naar boven. Pak ik een worstje. Die leg ik er zo op. En dan pak ik hem zo erbij. En dan rol ik hem erin. En dan vouw ik de zijkantjes mooi naar binnen, zodat ze gewoon mooi dicht zitten. Zorg dat het even zo een beetje rollen, dat hij gewoon mooi omheen zit. En dan leg ik ze op de bakplaat en zo maak ik ze allemaal af. Dus ik kom zo meteen weer bij jullie terug. Zo jongens, ik rol de laatste worst in het bladerdeeg. Zoals jullie kunnen zien, doe ik hem even goed inpakken. Die gewoon even ingepakt is. Ik had die weer op de bakplaat neer. Dan pak ik nu de bakplaat erbij. En nu gaan we ze bestrijken met een laagje ei. Wat ik nu doe, haal het vorkje eruit. Zo, afkoppen. En dan pak ik nu het pasje erbij. Even lekker in het ei. Dan nu bestrijk je de worstjes. Van de zijkant en de bovenkant met een lekker laagje ei, zodat ze gaan ze lekker glimmen straks. Je maakt ze nu allemaal af en dan gaan ze in de oven en als ze mooi goudbruin zijn, dan kom ik bij jullie terug. Nou jongens, ik doe nu het laatste worstbroodje voorzien van een laagje ei. Zo, dat is gedaan. En nu gaan ze de oven in. Tot straks! Nou mensen, de worstenbroodjes zijn allemaal klaar. Ik leg ze nu mooi op een schaal. Maar zoals je kan zien, sommige zijn een beetje opengespakt. Dat maakt niet uit. Dan moet je van het bladerdeeg wat beter aandrukken. En het is bijna zomervakantie. Maar niet getreurd, ik ben er gewoon met mijn mooie en lekkere video's. Dus abonneer en klik op dat duimpje. Later!